U kijkt naar de NOS-uitzending van de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Nu ook rechtstreeks op alle publieke televisiezenders, NPO 1, 2 en 3, BVN en ook op NOS.nl. Zometeen om 8 uur wordt in ons land 2 minuten stilte in acht genomen. En dan herdenken we alle Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld. 70 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. En ook alle Nederlandse militairen die zijn omgekomen daarna. Bij de tientallen oorlogssituaties en internationale missies voor vrede en vrijheid. En de Marinierskapel van de Koninklijke Marine speelt de speciale 4 mei-compositie, Tot de Doden. En als op het eind het taptoe-tompet-signaal wordt geblazen, dan komen de koning en de koningin naar buiten om de eerste krans te leggen. En daarna volgen kransen van mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Zij de majesteit de koning en haar majesteit de koningin. Ceremoniemeester is Erik Burmeister van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En zijn teksten bij de kransleggingen zijn straks wat aangepast. Omdat het comité duidelijker wil benoemen waar de herdenking over gaat. Wie we herdenken.
waarom er kransen worden gelegd. En aan weerszijde in het erecouloir en ook de erehaag op weg naar het monument. Oude en ook jonge veteranen van alle krijgsmachtonderdelen. Marine, land- en luchtmacht, marechaussee. Tijdens de nationale herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen, burgers en militairen, in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle herinneringen daaraan komen samen tijdens de nationale herdenking. Zo dadelijk, om 8:00, is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als eerste een krans bij het Nationaal Monument.
En nu de 14-jarige Isa Hamerlink uit Koudekerken in Zeeland. Winnares van de dichterbij 4 mei-wedstrijd. Het blijft maar komen. Het is ons verteld. Zoals de zee zoveelzijdig. Goed of kwaad. Hoe je het ook bekijkt. Wij weten wat jij hebt gedaan. Maar wat als? Wat als wij daar hadden gezeten? Hadden wij het dan ook zo gedaan? Zoveel vragen voor je. Maar het kan niet meer. Ik kan ze niet meer stellen. Het heeft nooit gekund. Maar wat als? Wat als het had gekund? Had ik dat dan gedaan? Had ik dat gewild? Wat als mijn vragen dan beantwoord zouden zijn? Zou ik dan teleurgesteld zijn? Of juist niet? Steeds meer vragen. Ze blijven maar komen. Net als de duinen maar blijven groeien. Er zullen nu 3 kransen worden gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht of omgekomen. Een krans voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti, die werden geïsoleerd, gedeporteerd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen, om wie zij waren. Een krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord, omdat zij in verzet kwamen, omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie. En een krans voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld, honger, bombardementen, willekeur of uitputting. Gerard Hortman maakte de Tweede Wereldoorlog mee in Veendam. Johan Provoost verloor familie bij het bombardement van Breskes, 11 september 1944. Henny Dormits, zij overleefde Theresienstad samen met haar ouders en zus. En Loes Steenhuis Hoepelman belandde als peuter in het weeshuis van kamp Westerbork in Bergen-Belsen. En ook Theresienstad. En verzetsman Frits Kroeze. Hij hielp geallieerde piloten. En een andere verzetsman, Jan Skippy de Vaal. Hij overleefde de kampen in Amersfoort, in Vught, Natzweiler en in Dachau. De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht of omgekomen in Azië als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting. Joti Terkulve van Os. Zij woonde in Lingajati en moest in het kamp zwaar werk doen. En Evert Mutter. Hij bracht als jongetje de oorlogsjaren als buitenkamper in Batavia door. De volgende krans wordt gelegd voor militairen en koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ted Meiners in het midden. Hij diende in Nederlands-Indië en mede door zijn inzet kwam er een veteranenwet in ons land. Hij legde de krant samen met Rudy Hemmers. Hij was een van de Engelandvaarders en ook lid van de Prinses Irene Brigade. Lustrumjaar is 70 jaar na de oorlog, houdt de minister-president de toespraak. Toen in Nederland de oorlog begon, woonde mijn vader in Nederlands-Indië. Zijn ouders stuurden hem in de meidagen van 1940 een kaartje dat in schille bewoordingen beschreef hoe zij vanaf de Maaskade op het Noordereiland Rotterdam zagen branden. Hoe het alles verzengende vuur van het bombardement de stad van zijn jeugd verwoestte en daar dood en verderf zaaide. We hebben de hel gezien, staat er letterlijk. Ik heb dat kaartje nog en ik koester het. Als een herinnering die is doorgegeven. 2 jaar terug was ik zelf in Indonesië, voor het eerst. Ik legde daar bloemen op het ereveld Menteng Pulo in Jakarta. De laatste rustplaats van ongeveer 5000 Nederlandse militairen en burgerslachtoffers. Waaronder veel mensen die de Japanse kampen niet overleefden. Plotseling kwam er iemand naar me toe met een foto van een oorlogsgraf uit Bandung. Het was het graf van mijn tante. Die ik alleen kende uit de sporadische verhalen van mijn vader. Ook zij overleed in een kamp. Dat onverwachte menselijke gebaar, die foto, deze nieuwe herinnering om door te geven, het raakte me. Het ontroerde me. Ook vandaag, op 4 mei, geven wij persoonlijke ervaringen en herinneringen door en creëren wij nieuwe. Herinneringen aan een mensonterende oorlog die 70 jaar achter ons ligt en nog steeds zo dichtbij is. Herinneringen aan al die plaatsen op de wereld waar dappere Nederlandse mannen en vrouwen vochten en vechten voor vrijheid, vrede, rechtvaardigheid. En vooral herinneringen aan alle mensen die er niet meer zijn. Vermoord om wie ze waren. Gesneuveld in de strijd voor het goede. Of zomaar omgekomen. Of omgebracht door een speling van het lot. Uit willekeur bijna. In de hel die oorlog heet. Die herinneringen zijn waardevol, omdat ze getuigen van ons diepe respect voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Omdat ze troost bieden en verbinden. Maar ook omdat ze een machtig wapen zijn in de strijd tegen onvrijheid en onrecht, die altijd en overal gevoerd moet worden. Ook in het hier en nu. Ook in Nederland. Want achter elke uiting van antisemitisme, achter elke vorm van extremisme die onze vrijheid ontkent, achter elke daad van geweld
die het fundament van onze rechtsstaat aantast, dreigen nog steeds die woorden van toen. We hebben de hel gezien. Elke 4 mei herdenken en eren wij de doden. Met 2 minuten stilte. En dat blijven we doen. Oud en jong samen. Grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. En wie goed luistert, hoort in die 2 minuten stilte ontelbaar veel verhalen rondgaan. Als het geritsel van bladeren. Ontelbaar veel vragen. Ontelbaar veel antwoorden. Hoe moeilijk soms ook. Ontelbaar veel herinneringen. Die worden doorgegeven. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans namens de Staten-Generaal. Ankie Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer. Rechts, Anoushka van Miltenburg, Tweede Kamer, links. De minister-president, de minister van Defensie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten leggen een krans namens de Rijksministerraad van het Koninkrijk. Janine Hennis-Plasgaard, Martin van Rijn, Alfonso Boekhout, Aruba, Marveline Wiels, Curaçao en Josiane Fleming-Artsen, Sint Maarten. De commandant der strijdkrachten en zijn operationele ondercommandanten leggen een krans namens de gehele krijgsmacht. Commandant Tom Middendorp in het midden en de commandanten van Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee.
De burgemeester en lokaal burgemeester van Amsterdam leggen een krans namens de gemeente Amsterdam. Eberhard van der Laan en Kajsa Ollengren. Dit jaar leggen 70 kinderen bloemen bij het Nationaal Monument uit respect voor alle oorlogsslachtoffers. Dat zijn kinderen van Amsterdamse basisscholen. En ze hebben voor de plechtigheid hier op de Dam meegelopen in de stille tocht langs monumenten in Amsterdam. Majesteiten, mag ik u verzoeken het defilé te openen? Heel geen. Af. President. Breng. Mag ik u, de ridders Militaire Willemsorde en de kransleggers met begeleiders verzoeken om aan te sluiten in het defilé? En nu het defilé is geopend door de koning en de koningin, hebben ze een ontmoeting met mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Thank you.
herdenkingsavond bij de NOS. Het is een bijzondere avond, want het is 70 jaar na de bevrijding. Ridders, Militaire Willemsorde, Duinman, Kroon. Zometeen ziet u op hoe op andere plaatsen in ons land de doden rond 8 uur zijn herdacht. En kijk op NPO 2 naar de bijzondere NOS-documentaire over de gevolgen van de razzia van Putten in 1944. De weg naar verzoening. En ook later op de avond om 11:50 markeren theatermakers in de Amsterdamse Schouwburg de overgang van 4 mei naar 5 mei, bevrijdingsdag. En we schakelen dan ook middernacht met Wageningen, waar het bevrijdingsvuur wordt ontstoken. Ook live te zien bij de NOS.